Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Flip van Eindhoven. Flip, je bent de country manager van Talent. Zeg je al Talent.io? Talent.io. Ja, Talent.io. Ja. Nou, wat doen jullie? Ja, wij zijn een wervingsplatform, een talentenwervingsplatform. En wij zijn van mening dat we de traditionele recruitmentwereld op zijn kop gaan zetten, of eigenlijk al aan het doen zijn. Country manager is een mooi woord, maar het komt eigenlijk op neer dat ik de Nederlandse divisie ga opzetten. Want we zijn van origine een Frans bedrijf. Toen zijn we ook al 3 jaar actief, of al bijna 4 jaar alweer, van 2015 opgericht. En na onze eerste seed round hebben ze in Berlijn en Londen hun tweede en derde kantoor geopend, tweede en derde land. En in 2017 hebben ze weer een seed round gehad van meer dan 8 miljoen euro. En daar gaan ze nu in Nederland. Toen hadden ze genoeg geld voor jou. Toen hadden ze, beschrijf eens wat jullie dan doen. Hoe zitten jullie? Er zijn 1001 recruitmentbureaus. Wat onderscheidt jullie van de rest? Nou, vooral dat we geen recruitmentbureau zijn. Wij willen echt als online platform te boek staan. En als IT-bedrijf. En wat ons onderscheidt is dat we zowel aan de kandidaatkant als aan de organisatiekant voor selectie doen. Dus mensen kunnen zich aanmelden. Alleen op dat moment zijn ze nog niet direct toegelaten op ons platform. Een ballotage, ja. Dus we zijn een selectief wervingsplatform eigenlijk. Dus eigenlijk het gat wat LinkedIn niet kan vullen, hè, waardoor dat ze zo groot zijn en zo succesvol zijn, dat vullen wij op door echt zoekende mensen. Jullie richten je daarmee op een hele specifieke sector? Ja, tech, technology. Helemaal technology. Dat de grootste markt is, daar de meeste vraag is. En omdat de kandidaat, het is echt een kandidaatgedreven platform en we willen de kandidaten ook ontzien in hun zoektocht. Dus zij kunnen heel simpel, met 1 druk op de knop, kunnen ze hun profiel opladen. Vervolgens hebben ze dat intakegesprek, die ballotagecommissie, die is eigenlijk alleen maar goed bedoeld is natuurlijk. Waar we vooral willen weten of ze echt op zoek zijn, of ze, wat hun motivatie is, of hun salaris en marktconform zijn. Eigenlijk een soort intakegesprek om referenties, dat soort dingen. Nou ja, dat kan eventueel later nog, maar dat doen we niet. Nou, tegenwoordig krijgen wij eigenlijk altijd tech-startups die platformen maken die dan dat aspect van het werk met artificial intelligence gaan oplossen en met algoritmes. Maar als ik goed naar jou luister, doen jullie dat niet. Nee, en dat is ook een van de redenen waarom ik voor dit bedrijf gekozen heb. Het is enerzijds neemt de techniek een heel stuk over, online. Ja, maar het is echt handmatige ballotage. Het is een human. Gewoon selecteren. Human, En waar let je dan op? Want ik vroeg het net ook al, maar toen bleef je nog een beetje vaag. Waarom zou iemand kunnen afvallen? Laat ik hem omdraaien. Nou ja, omdat hij ten eerste niet binnen het technology plaatje valt. Hè? Ja. Dat hij de verkeerde aanmelding, dat kan natuurlijk gebeuren. Dat zijn salaris niet marktconform is. Dat hij over 6 maanden pas op zoek is naar een baan. Kijk, het moeten wel mensen zijn die op dit moment zoekende zijn. Want we zijn ook geen online database. Mensen vloeien ook weer af bij ons. Dus op het moment dat ze... Ja, je moet echt daadwerkelijk op dit moment op zoek zijn naar een nieuwe... Ja, binnen nu in 3 maanden. Dat is een beetje de max die we stellen. En op het moment dat mensen dus toegelaten worden op ons platform, hebben ze een 4 weken de tijd, een maand. En dan vloeien ze ook weer af. Want dan zijn wij ervan uitgegaan dat ze een baan gevonden hebben. Ja. En dan kunnen ze zich over 2 jaar dan weer op zoek zijn. Zit ze niet meer in jullie database? Nou ja, jullie benaderen ze niet meer? Nee, dat doen we niet. Dat is, en het matchen gebeurt ook niet met een algoritme, hè, of iets dergelijks met AI. Dat doen we dus ook niet. Hoe gebeurt het dan? Op het moment dat we dus de kandidaat approved hebben, dat ze op ons platform zijn, dan doen we aan de andere kant met de klanten doen we precies hetzelfde. Ook een soort ballotage. Want we willen ons in eerste instantie vooral richten op startups en scale-ups. Dus ook als startups zelf zijnde andere startups en scale-ups helpen met tech-talenten. Alleen daar moet je dus ook erop letten, wat is het product dan wat ze maken? Is het wel een leuke werkgever om voor te werken? Hebben ze een investering gehad? Hè? Hebben ze budget om überhaupt iemand aan te nemen? Hoe is een employer branding? Dat is voor ons ook allemaal belangrijk, want ook voor de techtalenten moet het interessant zijn, de bedrijven interessant zijn die op ons platform zitten. En waarom die beperking tot start-ups en scale-ups? Want ik heb zelf... heel veel projecten gedaan voor grotere bedrijven met innovatieafdelingen, met tech-afdelingen. Ja. Waanzinnig interessante dingen. Wat is daar het probleem van? Op dit moment kunnen we dat nog niet aan. Het is volume. Dat is een van de redenen. Aan de andere kant zijn natuurlijk startups en skills ook heel entrepreneurial. Proberen graag nieuwe dingen. Omdat we toch iets nieuws zijn, is dat vaak dus te rijmen. Het is een ander soort mensen wat daar goed gedijt. Dat is eigenlijk wat je zegt.
In eerste instantie, ja, zeker weten. En de mensen die wij zoeken, de techtalenten, die vinden het heel leuk om bij nieuwe, vernieuwende bedrijven te werken, die een nieuw product maken. En dat matcht heel goed. Ik wil niet zeggen, als je naar ons moederbedrijf, ons hoofdkantoor in Frankrijk kijkt, daar zijn ze nu al 3 jaar bezig. Daar zijn ze wel al aan het kijken om naar met grotere bedrijven in zee te gaan. En hebben we ook al een paar grote namen aan ons weten te binden. Maar daar hebben ze ook een team van 50, 60 man al aan het werk intern. Je zei, we gaan die wereld op zijn kop zetten, maar dat hoor ik toch nog niet helemaal. Waarom zet je hiermee die wereld op zijn kop? Nou ja, dus allereerst heb je dus die selectieve voorselectie, waardoor je dus op dat platform mensen bij elkaar brengt die echt, echt op zoek zijn van twee kanten. Vervolgens stappen wij ertussen uit. Hè? Dus zijn wij niet meer de third party of de recruiter die ertussenin zit. Of ja, geen middleman, om zomaar te zeggen. En verplichten wij de werkgever om te solliciteren op de werknemer. Dus we hebben het hele proces reversed, omgedraaid. Wat het natuurlijk voor de kandidaat alleen nog maar convenier en nog maar sneller en simpeler maakt. En nog fijner eigenlijk. Ja, die laatste is inderdaad echt op zijn kop zetten. Ja, dat is echt letterlijk. Andersom werken. Ja, toch is dat ook maar betrekkelijk. Want de reden dat er zoveel, jij wil het woord steeds niet gebruiken, maar zoveel recruitmentbureaus zijn, is omdat voor schaars talent het gewoon niet meer zo werkt dat jij moet solliciteren op een baan. Want bedrijven zijn op zoek naar talent. Ja. Daar komen die recruitmentpartijen in. Dus dat op zich ook niks nieuws. Nee, maar je zult je over verbazen hoe vaak er nog toch een sollicitatiebrief gevraagd wordt, een cv gevraagd wordt. En hoe vaak mensen toch nog zelf moeten solliciteren op een vacature. En al die drie dingen die zijn weg bij ons. Gewoon bestaat niet. Nee, er zijn geen vacatures, er is geen cv, je hoeft niks te uploaden. Dat is dan een beetje tegenstrijdig misschien, maar je laat je profiel met een druk op de knop met je LinkedIn-profiel, dat dan wel. Ja, dat loopt op en daarna heb je dat gesprek en dan maken wij echt een persoonlijk verhaal over jou als persoon. En de werkgever solliciteert dus op de persoon, op de tech stack, technische skills plus het verhaal erbij. En dat is wat er gebeurt. Ja, in de logica zou je dan ook bijna denken, zoals het in een liberale markteconomie zou gaan, vervolgens gaan die bedrijven tegen elkaar opbieden om dat talent dan binnen te halen, of werkt het niet zo? Ja, nou ja, we vragen dus aan. In principe weten bedrijven niet van elkaar dat okay. Ze weten wel dat er meerdere bedrijven actief zijn, maar uiteindelijk kiest de kandidaat voor de job. En de kandidaat geeft van tevoren ook aan wat zijn salariswens zijn. Okay. Enerzijds, en de partijen aan de andere kant, op het moment dat zij een benadering doen voor een gesprek, wordt ook gevraagd of zij een salarisbandbreedte kunnen aangeven, indicatie. Zit. Ja. Ja. Dus er zal misschien wel wat fluctuatie zitten, maar dat zijn geen 20.000, 30.000 euro's of zo. Althans, daar ga ik niet vanuit. Nee, want je bent met de voorbereiding hier al een tijdje bezig, maar jullie moeten nog echt van start gaan. Ja. Wat doe je in zo'n voorbereiding? Hoe ga jij optimaal van start? Nou ja, in eerste instantie moest ik een team hebben. Want we hebben natuurlijk straks gaan ook vragen krijgen, dingen die nog niet helemaal zo lopen. Of hoe werkt het systeem? Of wat gebeurt er dan en dan? Nee, dat kan ik niet allemaal in mijn eentje beantwoorden. Dus de eerste paar maanden ben ik vooral bezig geweest met een team te vinden. Nou, dat staat nu. En wat wij nu vooral doen is exposure, branding, met mensen in contact treden, ons verhaal vooral doen wat er dan anders is, want dat is vooral het belangrijkste. Ja, want waar haal jij, je zou kunnen zeggen, we hebben hier vaak platforms, de kip en ei verhaal, jij moet goede kandidaten hebben en dan kan jij die bedrijven makkelijk bijvinden. Ja, ja. Hoe vind jij goede mensen? Dat in eerste instantie, en dat is dan hoe je moet beginnen, dat is wel met headhunten. En dat, kijk, de developers vind je overal. GitHub is natuurlijk heel belangrijk, Stack Overflow. Maar ja, LinkedIn is natuurlijk ook een goede bron om mensen te vinden. Maar we doen ook veel met marketingcampagnes, met meetups, events. Om in ieder geval het verhaal duidelijk te maken. En het grappige is, omdat we natuurlijk al actief zijn in veel andere landen, we hebben al wel redelijke naamsbekendheid in Parijs, Londen, Berlijn. En die developers, die kennen geen grenzen. Dus die kennen ons wel, die vinden ons wel. En ik had ook eigenlijk andersom verwacht. Dat we meer moeite zouden hebben met kandidaten en dan met organisaties. Maar het tegendeel is waar gebleken. Ja. Ze weten ons gewoon te vinden. Ja. Hey, dit werkt natuurlijk als je zo'n proces omdraait in een sector, in een specialisatie waar schaarste is. Ja. Dat is nu zo in de technologie.
kan zomaar is een periode anders worden. Ja. Ja. Ja, dat is een bewuste keuze. Want... Dat we het omgedraaid hebben, bedoel je? Ja, je draait een proces totaal om. Het is niet voor niks 100 jaar andersom geweest. Nee. Dat is namelijk ook omdat het... Nou, ja, we hebben de markt mee. Omdat het nou eenmaal heel vaak zo is dat in een economie er meer vraag is naar werk dan er aangeboden wordt. Ja, nou, ik moet ook, dat is natuurlijk waar. We hebben op dit moment de markt mee. Ja. Maar het is wel echt een bewuste keuze geweest. Even ter kleine historie. We hebben 3 oprichters. En 2 daarvan zijn zelf ook techneuten, zijn IT'ers. Mm-hmm. En die waren eigenlijk de manier van recruiten heel zat. Dat ze 80 keer door recruiters, bureaus gebeld, benaderd werden met allerlei vragen. En eigenlijk dat er niks concreets was. Of dat er met mensen spraken die het eigenlijk er weinig van af wisten. En op deze manier creëer je dus wel dat een bedrijf of een CTO die er verstand van heeft of tech lead... direct ziet, dit heb ik nodig, dit wil ik hebben. En dat is natuurlijk een heel andere... daarmee zorg je dat verdwijnt eigenlijk. Als jij... je zei eerder, die wereld voor die programmeurs is internationaal. Dus heb jij nog een beetje geschermd met... vind je het leuk om eens in Amsterdam te gaan werken? Of in Amsterdam te gaan werken? Daar hebben we geluk ook bij dat heel veel mensen het leuk vinden om in Amsterdam te gaan werken. Ik kan me voorstellen dat het een pluspunt is voor sommigen. Veel mensen... dat is hoe het werkt. Als je je aanmeldt als kandidaat op ons platform... kun je dus ook aangeven op welke plekken je zou willen werken in de wereld. Daar zitten ook locaties bij waar we nu nog niet actief zijn. Mm-hmm. Maar dat is wel hoe wij bepalen waar we straks naartoe willen. Ja, als er veel vraag is naar Bangkok, dan beginnen jullie daar. Bij wijze van spreken, En Amsterdam stond heel erg hoog op het lijstje. Hadden we misschien ook wel wat eerder willen beginnen. Waarom eigenlijk? Hoe bedoel je? Waarom? Nou, waarom Amsterdam zo hoog staat? Doen wij het zo goed in het technologiewereldje? Dat sowieso. De overheid heeft heel veel geïnvesteerd in het aantrekkelijk maken om hier te komen werken. Er is ligt een hele goede infrastructuur. Internet is heel goed. Er zijn veel pilots en heel veel startups en techbedrijven die zich hier vestigen. Nou, kijk ook maar naar de Ubers en de Booking.com's met hun hoofdkantoor hier. Het is hier heel aantrekkelijk voor de tech. Amsterdam is de 5e stad uit mijn hoofd gezegd van Europa met de meeste developers die op één plek zitten. Ja. Toen jij begon, wat zijn de belangrijkste lessen die jij meekreeg uit Frankrijk? Wat had men daar geleerd van die afgelopen jaren? Goede vraag. Ze hebben me vooral heel veel support, heel veel hulp. Ik moest vooral me niet alleen voelen. Dat is in het begin natuurlijk ook belangrijk. Wat me ook wel heel plezierig stemde, is dat het gaat echt om de user experience. Dat is natuurlijk ook iets van deze tijd. De service en de klantgerichtheid, die moet top zijn. Dus die kandidaat die zich aanmeldt, die dat gesprek met ons heeft, ook al valt hij af, of wordt hij wel approved, dat moet gewoon een goed gesprek zijn, een goede ervaring zijn. Vervolgens, als hij op het platform is, moet hij er ook uiteindelijk een goede ervaring hebben en door 3, 4, 5 bedrijven benaderd worden voor een gesprek. Dat is eigenlijk het meeste wat ik heb meegekregen, dat mensen gewoon altijd met een positief gevoel over ons praten en over ons... En je zei eerder, toen ging het over artificial intelligence, voor ons is veel mensenwerk. Hè? Maar tegelijkertijd zei technologie speelt een belangrijke rol. Waar zit die technologie voor jullie in? Die technologie zit hem erin dat het ook voor een klant een hele fijne gewaarwording is als ze ons platform gebruiken. Dus zij zien echt in 1 overzicht, kunnen ze gewoon zien wie er allemaal matchen van hun zoektocht. We doen zelfs suggesties van mensen die 80% of 60% matchen en leggen ook uit waarom die niet 100% matcht. Het ziet er gewoon goed uit. Daar zit heel veel technologie in. Aan de achterkant ook, daar houden we wel in de gaten of mensen die via ons platform in interactie hebben of die niet achter onze rug om dingen doen. Daar zit wel een bepaalde technologie achter dat we dat kunnen meten en zien. Mm-hmm. Ik denk dat wel een beetje is. Wat is jouw eigen achtergrond? Hoe kwam je hier terecht? Ik kom vanuit de traditionele recruitment. Ja. En daar was ik zelf na 10 jaar ook wel...
had ik genoeg geleerd, laat ik het zo zeggen. Ja. Toen ben ik een jaar op reis geweest. En toen kwam ik ook terug. Toen ik wegging daar zo van, dat heb ik wel gedaan, dat hoeft niet meer. Het recruitment, dat wilde ik eigenlijk ook niet. Dus vandaar dat ik ook zo stellig ben over die term, dat dat niet mijn... dat snap ik ook wel. Ja. En dit heeft er natuurlijk heel erg mee te maken. En natuurlijk kan ik mijn kennis van die 10 jaar kennis die ik heb, kan ik heel goed hierop toepassen. En die processen die zijn vergelijkbaar. Ik neem aan dat jullie je geld ook op een vergelijkbare manier verdienen. Gisteren of eergisteren zei ik, we hebben alles willen kunnen veranderen, maar hoe je dan uiteindelijk je fee, dat is wel vrij dat traditioneel, ja. Alleen het is wel een veel lager percentage vergeleken met bureaus. Omdat we uiteindelijk hogere volumes aan kunnen, omdat heel veel door het platform gedaan wordt. Oké, maar waar moet ik aan denken? 15%. 15% van een jaarsalaris. Van een jaarsalaris. Ja, en wat ik weet bij bureaus ligt dat doorgaans tussen de 20% en 25%. En de huidige markt weet ik het eigenlijk niet, misschien nog wel hoger. Ja, dat hangt heel erg af van de schaarste. Ja, dat is vraag sector. En aanbod, dat is gewoon de marktwerking. Ja, als je van start gaat, hoeveel mensen heb je nu die waar ik een baan aan kan aanbieden? 30. Ja, dat is en elke week. Hè. Dus we werken met badges. Dus elke maandag gaat er een nieuwe batch live van nieuwe kandidaten die we de week daarvoor door de ballotage, die gescreend zijn eigenlijk. Ja. En dat doen we elke maandag. Dus elke maandag hebben we een nieuwe sessie met mensen die live komen. Die kunnen zo'n mooi tagje krijgen van die zijn nieuw. Dus dat is ook interessant voor een bedrijf. Dus dat is eigenlijk hoe het gaat. En in Parijs, daar zijn de getallen gaan we richting 300-400 op een maandag. Ja? Ja. Ik vroeg net nog, vraag je ook referenties en dat soort dingen, omdat je de kwaliteit van je kandidaten zo belangrijk vindt. Ik las ook ergens, we hadden het net over de fee, dat je die ook terugbetaalt aan klanten. Nou ja, dat is een kleine correctie. We betalen niet terug, maar je kan kosteloos een nieuwe kandidaat vinden. Oké, dus als het niet bevalt, kun je zeggen stoppen. En dan mag je zonder dat je nog een keer de fee hoeft te betalen, kan je een nieuwe kandidaat met jullie zoeken. Ja. Nou, komt op hetzelfde neer. Ja. Maar je selecteert niet, weet je, je het is heel moeilijk om iemand natuurlijk inhoudelijk te beoordelen. En daarom doe je het misschien ook niet op die manier. Of hoe zorg je nou dat die kwaliteit hoog is? Want je zegt, het hebt het wel steeds over selectie en ballotage. Maar hoe ziet die selectie eruit? Nou ja, die selectie, we trainen onze mensen intern heel goed. Dat ze in ieder geval begrijpen wat bepaalde tech-stacks zijn en waarom. Ja, maar ga je code beoordelen? Nee. Zover ga je niet. Nee. Hoe beoordeel je dat dan? Of iemand een goede programmeur is? Nou ja, wat ik vanuit mijn verleden heel erg ook bij probeer te brengen bij iedereen, is ook een programmeur vertelt op... Ja. Ja, zeker weten. Ja. Maar vertelt op een bepaalde manier... Ja, goed punt. Vertelt op een bepaalde manier wat hij weet. En juist, hoe zou ik het zeggen, een IT'er wil altijd heel graag laten zien wat hij allemaal wel niet weet. Dus door de juiste vragen te stellen, open vragen te stellen en door te vragen op bepaalde punten waar je mensen op kan trainen, kom je er al heel snel achter of iemand onzin vertelt of niet. En ik denk dat dat belangrijk is. We hebben toevallig een van de meiden in mijn team, die is zelf full stack developer geweest. Wilde dat alleen nog maar zijn hobby doen en die zei, Filip, ik wil graag nu bij jullie tech recruiter of een talent advocate noemen wij dat, worden. Nou ja, aan haar heb ik natuurlijk ontzettend veel. Want zij weet precies wie wat kan en wie wat weet. Maar dan nog is het ook een bepaalde vraagstelling. Hoe legt iemand dit ook iets uit? Hè? Heeft iemand die 49 zinnen nodig om één ding uit te leggen? Dat is ook nog wel eens... kan een moment... Ja, maar het blijft natuurlijk subjectief, maar dat is altijd met selectie en beoordeling. Ja. Geldt dat ook voor de andere kant? Want bedrijven beoordelen of dat een leuke werkgever is, is natuurlijk ook hartstikke moeilijk. Ja. Je zou ook al kunnen concluderen... Maar we gaan langs. Hè? We gaan langs bij het bedrijf. Fysiek langs bij elk bedrijf? Ja, aan het begin zeker, de eerste keer. Ja. Ja. Ja, nee, zeker in Amsterdam is dat zo makkelijk te doen, een fiets. Ja, maar toch, het is een serieuze investering. Ja. Ja. Ja, nou goed, het is eenmalig. Hè. Ja, daarna tuurlijk. Hoeft het niet meer. Ja. Maar ik ben tot nu toe bij alle bedrijven die ik gesproken heb, ben ik langs geweest. Vind ik ook leuk. Ja, kan me voorstellen. Leuk om te zien en dan kan je ook een beetje een gevoel erbij krijgen. Je kan ze daarna ook helpen, hè, want wat wij doen ook met bedrijven, ze hebben ook de ruimte om zichzelf te branden. Dus om een filmpje te plaatsen of om foto's te plaatsen of... in ieder geval zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor een potentiële nieuwe werknemer. Ja. Stel wij zien, we komen ergens en we zien dat het niet echt
bruist of zo, of ik weet niet, hè. Je kan van alles bedenken, dan kun je ze daar misschien op adviseren of helpen. Mm-hmm. Want onze rol is na die, ja, eigenlijk die selectie, is het een soort, meer een soort adviseur. Stap je er eigenlijk bijna uit. Ja, stap je terug, ga je een zijlijn, help je mee en het liefst bemoei je er niet mee. Maar, ja. Maar stel dat het nodig is, kun je wel als adviseur... Ja, dat is wel grappig, want de twee partijen die op je platform zaken moeten gaan doen, die selecteer je eigenlijk vrij streng. Ja. Maar daarna is het weer een klassiek platform waar gewoon vraag en aanbod elkaar moet vinden. Ja, nou ja, ja. De werkgever, de werknemer. Tuurlijk, ja. Omdat ja. Daar nou eenmaal de schaarste ligt aan de ene kant, ja. Dus moet de andere kant... Ja. Maar leg dat nog eens uit, want de oude situatie, de andere situatie kennen we. Staat zeg maar een advertentie, we zoeken iemand die hieraan voldoet. En de andere die kans wil maken, die baan, die moet zichzelf verkopen. Die moet zeggen dat hij dit altijd al gewild heeft. En heel ervaring, veel ervaring op dit gebied heeft. Ja. Jij zegt, wij draaien het om. Dus er is iemand die zegt, ja, ik kan van alles. En ik ben op zoek naar een, iemand bij wie ik kan gaan werken. Ja. Hoe gaat het daarna? Daarna is, en dat is ook een adviesrol die wij kunnen aannemen, mits nodig, is het recruitmentproces van het bedrijf zelf natuurlijk. Hoe heeft hij dat ingericht? Gaat hij eerst een telefonisch gesprek, gaat hij meteen een coding case doen, gaat hij face-to-face, of doet hij het alle drie? Moet daarna nog de founder, de CTO? Dan vraag ik ook. Ben je uiteindelijk nog niet gewoon precies hetzelfde aan het doen? Want dan moet ik nog steeds de coding doen. Ja, sorry, maar ik ben gewoon goed. Nu jij denk moet ik laten ook zien waarom bij jou gaan werken. Nu zeg je, dan wordt het recruitingproces van het bedrijf. Ja, dag, het recruitingproces van je developer. Je draait het erom. Ja. Maar hoe bedoel ik? Ja, uiteindelijk moet hij... Dus dat bedrijf solliciteert bij mij en ik zeg, mijn recruitingproces is dat die CTO bij mij langs moet komen. Die moet maar eens uitleggen waarom ik daar goed zou passen. Ja, en anders doe ik het niet. Nou ja, ik denk dat eerder online gebeurt. Ik denk niet dat de CTO naar het huis van de developer gaat. Maar bij wijze van spreken. Maar dat is sowieso aan de hand, toch? Maar er moet wel een gesprek plaatsvinden. En hoe zij dat gesprek inrichten, dat is aan de werkgever en de potentiële nieuwe werknemer zelf. Ja, mag die developer ook, als die leuk bedrijf bij jullie op platform ziet, of er staan er helemaal geen bedrijven op? Er staan wel bedrijven op, alleen hij kan daar niet zelf... dat is niet... Dan moet hij gewoon... Nee, dat is niet mogelijk, nee. Ja. Nee, maar goed, nogmaals, om nu op jullie of jou jullie vraag terug te komen... Dat is aan hun zelf. Uiteindelijk is sowieso, denk ik, op dit moment door de markt, het bedrijf moet zichzelf verkopen aan zo'n IT'er. Want de IT'er, ja, de wereld ligt aan zijn voeten op dit moment. Ja, in feite, want daar vroeg ik aan het begin ook een beetje naar, als ik goed naar je luister, geldt dit natuurlijk voor alle sectoren waar schaarste is. We zien de arbeidsmarkt verandert enorm snel onder invloed van de digitalisering. De technologie sector is daar een heel duidelijk voorbeeld van niet aan te slepen, want alles is IT, alles is techniek. Maar het geldt op dit moment bijvoorbeeld ook voor mensen in de bouw. Kijken jullie naar andere sectoren? De zorg, waar hetzelfde mechanisme zou kunnen werken? Je kunt nu als goede loodgieter of timmerman overal aan de slag. Ja. Zou het ook om kunnen draaien? Nee, het zou zeker kunnen. Ik denk ook dat het absoluut... Ja, waarom gebeurt het nog niet? Dat zou ik bijna zeggen. Wij houden ons nog voorlopig... Ja. Schoenmaker blijft bij je leest en bij onze specialisatie. Omdat we dit eerste willen perfectioneren. Ik weet niet zeker. Ik ken mijn concurrentie niet in andere industrieën. Maar het zou zeker kunnen dat er al platformen zijn. Ik denk aan Werkspot natuurlijk. Klopt. Dat is natuurlijk heel erg op de klusjesman gericht. Ja. En volgens mij maar dat is meer vanuit een particuliere oogpunt, die dan een klusjesman nodig heeft. Maar dat is een beetje hetzelfde principe natuurlijk. Maar ik ken de platformen in andere industrieën niet goed genoeg om daar iets over te zeggen. Okay. Jij komt oorspronkelijk uit die recruitment, dat woord wat je niet meer wil gebruiken. We hebben die al duizend keer gezegd. Dat is moeilijk, hè? We hebben die al duizend keer gezegd, ja. Ik snap je voornemen. Hoe zullen we het noemen? Uit het... talentwervingsplatform. Jij komt oorspronkelijk uit traditionele... de bedrijfstak waarin men werknemers koppelt aan werkgevers. Nee, ik kom er vandaan, dat klopt. Je komt maar uit ik werk er nu niet meer. Dat is nee, maar je wordt hier heel enthousiast van, anders was je er niet aan begonnen. Als je nou even... kijkt hoe die hele business zich ontwikkelt van de recruitment. Ik doe het even één stap terug, even los van jullie eigen initiatief. Wat zijn de grote ontwikkelingen daar?
Hoe bedoel je de qua... We hebben hier meer platformen gehad, hè, die met human resources voor bedrijven bezig zijn. Die met het platformen brengen vraag en aanbod bij elkaar. Het gebruik van kunstmatige intelligentie of algoritmes voor voorselecties te doen van mensen die solliciteren, et cetera, et cetera, et cetera. Wat als je kijkt naar... Zeg maar die sector. Die trend, ja. Wat zijn de grote ontwikkelingen? Wat is de invloed van technologie? Dat alles nu online aan het gaan is. Alles. Dus zeg maar het tracken, het lezen, het aanbieden. Ja, en dat, die traditionele bureaus waar er nog duizenden van zijn, die hebben dat minder, weet je. Of die gebruiken dat nog niet. Of die gebruiken misschien wel een ATS-systeem, maar... beoordelen gewoon nog steeds handmatig de cv's. Ja. Dus die trend naar online, dat is de grootste trend, denk ik. En uiteindelijk het recruiten via een platform, dat is nog de volgende stap. En daar zetten jullie nu weer een nieuwe stap in. Ja. Door het ook nog eens een keer om te draaien. Ja. 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 Hey, maar waarom zou... je bent hier nu nog klein, in Frankrijk ben je al een stukje groter. Maar als je nog een stap verder gaat, waarom zou... Artificial intelligence jullie ook niet gewoon kunnen helpen in die eerste fase? In de voorselectie, in de efficiëntie. Ja, als jullie er helemaal mensenwerk van maken, ja, dan maakt het ook niet heel schaalbaar. Ja, ja. Nou ja, ergens zou het kunnen. Maar ik vind dat altijd wel een beetje spannend, omdat je dan mensen gaat beoordelen op iets waar ze misschien niet op beoordeeld kunnen of mogen worden. En dat is voor mij, hè, als je dan kijkt naar trends ook, hè, dat alles digitaal of online of door technologie gedreven of geautomatiseerd wordt, dan verlies je echt de human touch en je hebt het over mensen. En dat is denk ik een beetje waarom ik dit perfect vind passen bij mij als persoon. Ja, bij zien jullie jezelf eigenlijk dan wel als technologiebedrijf? We help people finding jobs. Dat is hoe we het te boek staan. En ik vind het een technologiebedrijf omdat we een IT-afdeling zelf ook hebben, een technologieafdeling hebben die het hele platform gebouwd hebben. En zonder platform waren we nergens. Dus dat is een beetje kip-ei verhaal, denk ik. Ja. Ja, maar goed, het is dan vooral het platform. We hebben nu heel veel platformen aan tafel. En dat varieert van... elektrische scooters die op straat staan en bestuurder zoeken, tot weet ik wat. Het platform is gewoon de nieuwe manier om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Maar wat je vaak ziet is dat de data die je genereert, het feit dat je op een gegeven moment een database aan het aanleggen bent, wat jullie natuurlijk doen van alle startups en scale-ups in de regio Amsterdam, want je gaat maar één keer op bezoek. Daarna staat in jouw database, dat is een leuk bedrijf. Ja, bedrijven die blijven, als het goed is, terugkomen. Maar goed, het ligt natuurlijk heel erg voor de hand om op een gegeven moment ook met al die data meer te gaan doen dan alleen maar op te slaan. Ja. Nou ja, opslaan mag ook... mag ook niet meer onbeperkt. Nee, doen we ook niet. Dat komt ook nog eens een keer. Je kan er meer mee doen, bedoel je? Dat is eigenlijk wat je... Nou ja, ik zoek even naar waar jullie toekomstvisie zit op dit gebied. Nou ja, wat ik weet, en wij plannen per jaar. Dat vind ik ook wel fijn, want er kan zoveel gebeuren. Zeker met technologie, over 5 jaar, ja, je kan wel allemaal dingen wensen en willen, maar er kan heel veel gebeuren onderweg. Ja. En we willen binnen dit jaar van 100 naar 200 mensen groeien intern. En we willen, vorig jaar hebben we 1400 mensen aan een nieuwe baan geholpen. En dat willen we ook verdubbelen. Dus dat is wat we doen. En dat zijn mooie ambities. Ja, en dat willen we binnen de huidige sector doen. Omdat we IT lezen, eten schrijven. Ja. Daar willen we ons in specialiseren. En vanuit die start-up scale-markt, uiteindelijk is de toekomst misschien wat grotere bedrijven. Je hebt nog een freelance-markt die we niet aanraken op dit moment. Dus er is nog genoeg groei de komende jaren te bewerkstelligen. Jullie zijn net begonnen. Dus, nee, we moeten nog beginnen in Amsterdam. Wanneer komt de eerste batch van... 4 februari. 4 februari. Dus, elke start-up en scale-up in die mogen Amsterdam... Die mogen zich nog steeds melden. We hebben een paar mooie kandidaten die zich al hebben aangemeld bij ons.
En die 4 februari en 11 februari ook al, want dat kunnen we natuurlijk voor... Ik zag net, je kunt je bij jullie gewoon aanmelden als employer. Ja. Maak je profiel aan. Ja. Volgt een gesprek. Ja, dan kom je of met mij in gesprek of met een van mijn collega's. En dan komen we graag langs. Ja. En dan hebben we een gesprek over wat jullie willen, wat jullie visie, missie, et cetera. En op die manier laten we jullie dan toe op het platform en kind kan er last doen eigenlijk. Ja. Ja. Ja, maar goed, we gaan je in de gaten houden. Ja, dankjewel. Veel succes. Spannend. Ja. Ja. Jullie bedankt voor het kijken en bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes, Jetstream voor de livestream, PQR voor de hosting van de website en Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond. Volgende week dinsdag zijn wij weer. En als je ons on demand wilt volgen, kan dat via fastmovingtargets.nl of YouTube. Dag.